Ja. Als ik het goed begrijp, had u een goocheltruc gekocht. Klopt. Met een konijn in een glazen bak. Ja, klopt. Ja, die liggen nu hier. Er stond op. Ja? Hier heb ik de doos. Ja. Er stond op. Duurzame konijnenmaterialen. Ja, dat staat er inderdaad op. Dat staat er inderdaad op. Nou, ik geef er één mokerslag en hij ligt kapot. Ja. Terwijl het idee van de goocheltruc was dat er een bos bloemen zou ontstaan. Ja, een duif. Of een duif. Of een assistente. Of een assistente. Dus ik was benieuwd wat er uit het konijn kwam. En dus ik dacht, laat het hart slaan. Met die moker? Ja, dan weet ik in ieder geval dat er iets uitkomt. Ik snap uw klacht. En wij van de firma Goochelé UPA willen er ook heel graag iets aan doen. Ja, ja. In principe heeft een ingenieur hiernaar gekeken. Okay. Dus het zou moeten kunnen werken. Dat is van de goochelingenieurs? Dat is van de goochelingenieurs, waar wij heel nauw mee samenwerken. Wij hebben een nieuw bedrijf opgericht, Goochelingenieurs. Okay. En daarmee ontwikkelen wij dit soort innovatieve goocheltrucken. Eigenlijk zou ik wel aan een nieuw knijtje willen. Ja, dat snap ik. Een beetje een duurzaam konijntje. U vindt konijn niet duurzaam genoeg voor de mokerslag? Nee. Ik kan u vertellen dat wij ontwikkelen op dit moment een konijn dat bestand is tegen de mokerslag. Dat is heel innovatief. Maar tot die tijd zou ik u adviseren om deze rubberen goochelhamer te gebruiken. Ja, ja, ja. Een stukje innovativiteit van, hij ziet er heel zwaar uit. Ja. Oh ja, maakt leuk, piep. Ja? Ja, dus ik kan hier gewoon tot die tijd wat eraan gaan. Ja, probeer maar even. Gewoon konijn. Oké, ja. Goed. In principe niks aan de hand. Ja, ik vind het wel een beetje... Het is een lullig ding. Het is een lullig ding, maar we werken aan een duurzaam konijn. Heeft u misschien nog een tip voor mij, een andere goochelingenieur in de aanbieding die ik dan in plaats hiervan voorlopig even voor het publiek kan doen? Dan zou ik deze kist... Hier zit dus een levende blonde vrouw in. Oké. Driemaal daags water geven. Oké. En daar kan ik gewoon doorheen zagen. Ja, in principe zou u daar gewoon met iedere willekeurige zaag doorheen moeten kunnen. Okay, dat is gewoon weer zo'n duurzame... Dat is gewoon weer duurzaam. In principe niks aan de hand. Prima. Wens ik u heel veel succes. Dank u wel. En nogmaals, excuus namens gewoon je PA. Nou, bedankt. Oké. Tot de volgende keer. Daar.